Ik denk dat is hoor. We zitten nu midden in het interview en Jan de Hoop wordt gebeld. Radio Kootwijk. Dat is bij Radio Kootwijk. Dat is natuurlijk breaking news misschien. Ja. Goed hoor, oké. Het gebeurt natuurlijk ook. Kijk, we zitten helemaal klaar. Jan, is er breaking news? Nee hoor, nee. Ik zit hier op de redactie met Jordi en Marleen. Marleen, wat heb jij een leuke mok trouwens? Laten we dan... Je moet wel in stijl een beetje die vlogjes bekijken natuurlijk vandaag. We hebben er al 10 bekeken. Ja, we zijn namelijk helemaal in het leven gedoken van Jan de Hoop. Toch wel de vlogmeister. Kijk, hier zitten we hem. En wij zitten natuurlijk op de redactie allerlaatste nieuwtjes te kijken, de site. En dan komt de vlog van Jan de Hoop ook voorbij en dan kijken we er altijd even naar. Dus we gaan even naar hem toe, hè? Ja. We zijn er bij Jan de Hoop, de vlogmeister. Hoe is het? Het gaat goed met mij. Jij bent ook aan het vloggen nu. Ja, maar ik zie wel dat jij gelijk een betere camera hebt. En een betere cameraman heb jij. Ja, ik moet hem zelf vasthouden. Zo een betere man, maar ook een betere cameraman. Hey, maar Jan, hoe is het ontstaan? Waarom wil je vloggen? Ik deed vroeger vakantiefilmpjes. En daar was ik een week aan het monteren. Ik nam een statief mee op vakantie. Ik liep altijd te sjouwen. Het moest perfect zijn. Koen werd er gek van. Die moest het loopje 4 keer overdoen. Want het moest goed in beeld. En toen dacht ik, maar dat monteerde ik dan. En daar keken er 4 mensen naar. Ja, 4. Vier of 5. En toen ben ik op een gegeven moment die vakantiefilmpjes ben ik online gaan zetten. En toen keken er ineens 50.000 mensen naar ons filmpje van Curaçao. Toen dacht ik, weet je wat, ik vind het eigenlijk best leuk om gewoon, ik hou van monteren en van filmen, om korte filmpjes te maken van wat wij allemaal meemaken. En ik dacht, daar is niemand in geïnteresseerd, maar ik doe toevallig reuze mee. Jan is natuurlijk zo druk met vloggen dat het gras wordt nu door een robot gemaaid. Hoe heet die? Gijs. Gijs de robot. Nou, het moet niet gekker worden hier. Het leuke is, we zijn elkaar nu aan het vloggen. Ja. Dit is toch eigenlijk ook misschien. Ja, dit huis zit vol special effects. Jan, wat heb je nou weer? Ik heb het Sissi effect. Ja, het is helaas licht nu, dus je ziet de LED stift niet in het onder hebben gedaan. Maar ik heb wel het Sissi effect. Je moet even de camera draaien, dan zet ik hem aan. Wacht even, ja. Oh, wacht, verkeerde kant. Nou ja, het is gewoon een fontein. Jan, fantastisch. Het is ongelooflijk. Het mag wat kosten, maar daar heb je wat. Heb je ook wat, ja, absoluut. Wanneer komt de nieuwe vlog online? Zaterdag om 1 uur. Ik heb mijn programma op de radio bij Gelderland gedaan. Dan rijd ik naar huis, weer ben ik 12:30 terug. En dan staat hij al op YouTube en dan druk ik op de knop publiceer. En dan gaat hij gelijk online? Gaat hij gelijk online en dat is, dan leuk natuurlijk zeker in het begin als je zo de teller gaat. In het begin gaat het heel snel. Ja. En dan denk ik de mensen kijken. Nou, dan zeggen wij tot vlogs geloof ik. Tot vlogs.